Jeetje, dat waren twee mensen. Heel doodgewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daar had Leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht. Maar dat kon hun niet schelen. En ja, dat bootje bij ons in de gracht. Wat was de aanleiding tot de bouw van dit schip? Dat is de vondst van een wrak van een kogge in de bodem van Flevoland ter hoogte van Nijkerk. Daar vond men dus, toen men aan het werk was in de polder, een scheepswrak. En dat bleek dus een wrak te zijn van een kogge. En dat is gedateerd zo rond 1340. En toen heeft de toenmalige NISA, het Nederlands Instituut Scheepvaartarcheologie, die heeft dat uitgegraven, tekeningen van gemaakt, driedimensionaal met de computer, een model gebouwd. Want er was niet op een schilderij of een tekening een goede afbeelding van een kogge uit die tijd. En toen hadden ze een model van ongeveer 2 meter. En naar voorbeeld van dat model is de Kampen Kogge nagebouwd. En hoe lang heeft die hele bouw geduurd? Men is begonnen in 1994... 3 jaar later was het schip zover klaar dat het in de IJssel is getakeld. En daar is het schip afgebouwd, het kasteel, de mast. En in 1994 was hij dus klaar. Nou hoor ik u over een kasteel praten, maar voor de leek is dat natuurlijk, ja, wat is een kasteel? Want mensen stellen daar een gebouw bij voor, maar dat is lijkt me op een schip een beetje moeilijk. Nou, dat is dus op het achterschip. Daar staat op 4 enorme dikke houten poten een opbouw met van die kantelen. En dat werd dus gebruikt, daarom de naam Het Kasteel. En dat werd dus gebruikt voor de uitkijk, maar ook om zich te verdedigen tegen aanvallen van piraten. Met speren, met stenen, want kanonnen of musketten hadden ze in die tijd nog niet. Nee, dat begrijp ik. Maar dat was dus niet voor de stuurman, om wat hoger te staan en een goed zicht te hebben. Nee, want die stuurman die staat dus onder dat kasteel, aan dat helmhout. En die kijkt dus tegen de punt van het schip aan. En bovendien heeft hij dat zeil ook nog voor zijn ogen. Dus de stuurman die vaart op commando, zeg maar, van de schipper die altijd of bakboord of stuurboord uitkijkt hoe de vaarrichting moet zijn. En waar gingen deze schepen naartoe? Deze schepen die vertrokken in het voorjaar. Want 's winters was het te koud en te slecht weer. En vaak gingen ze in het voorjaar naar het zuiden, naar Frankrijk, Spanje, Portugal voor zout en wijn. En dan ging men varen ook naar de Oostzee, om het land van Denemarken heen. Ommelandvaart heette dat. En voor de graan en de vis en hout en noem maar op. En dan kwamen ze zo in oktober weer terug langs de kade in Kampen. De koggers waren in die tijd de grootste kustvaarders. En men ging echt vrij massaal over langs de kusten, Noordzee, Oostzee. Ja. En overal pikte men wat op. Nu zit er in dit schip zit een dek. Maar ik meen me te herinneren uit de vorige plaatjes die ik gezien heb, dat het een schip zonder dek was. Dat is ook niet helemaal bekend. Maar wij vermoeden dat het een vrij open schip was. Want er moest lading in en er moest lading uit in de havens. En wellicht hadden ze wel luiken erover en aan de zijkanten planken om touwen naar de wal te gooien. Maar in principe was het een open schip. Ja, en waar sliep de bemanning dan? Dat is ook niet bekend. Er is een hoop vragen eigenlijk. Maar ja, als het open is, dan word je natuurlijk een beetje nat als het stormweer is. Nou, wij denken dat ze misschien wel onder die zijdekjes in hangmatten sliepen. Of ze zochten een plekje tussen de lading of misschien wel onder het kasteel, onder een zeiltje, hè? Onder zeil gaan. Wat doet u tegenwoordig met het schip? Nu ligt hij dan in de haven van de Noever, maar dat is een unicum, begrijp ik. Maar hij gaat ook de Oostzee weer op? Ja, dit schip, de Kampen Kogge, is al 4 keer naar de Oostzee geweest. De eerste keer was in 2004. En de laatste keer was vorig jaar, toen zijn we naar... Dit jaar in mei zijn we naar Lübeck geweest, want die organiseerde de internationale Hanzedagen. En dan worden wij gevraagd om te komen en dan zijn daar ook de Duitse koggers, daar zijn er 5 van. Die komen daar dan ook en dan zijn wij zeg maar de trekpleister
met die andere koggers van het weekend, het Hanze weekend. En wordt er dan ook nog een soort met verlading gesjouwd of dat toch niet? Nou, we hebben in het ruim hebben we wel tonnen, houten tonnen. Omdat vroeger ook veel lading wat niet nat mocht worden, zoals zout en graan, in tonnen werd vervoerd. Of in leren zakken hebben wij. Maar wij nemen natuurlijk voor de stad waar we gevraagd worden, nemen wij geschenken mee in de vorm van scheepskistjes. Dus dat wordt wel gedaan. Nu heb ik begrepen dat er in dit schip een motor staat. Maar wordt die vaak gebruikt of hoofdzakelijk toch, als het enigszins kan, onder zeil? Ja, dat laatste. Als het kan, dan zeilen wij. Gisteren zijn we uit Kampen vertrokken naar Den Oever. Wind was tegen. Dus niet gezeild, helaas. Ja, dat kan ik me voorstellen, want het is toch de liefhebberij. En hoeveel mensen zitten nu eigenlijk aan boord? Als wij gaan varen, zijn we meestal met 10 tot 12 mannen. Vrouwen. We hebben ook 12 reddingsvesten, 12 zwaar weerpakken. We zijn nu met 10 mensen aan boord en we gaan nog naar Vlieland, Harlingen en Terschelling. En dan komen er wel wat extra mensen bij. Oké, okay, en wat gaat u daar doen? Ja, wij moeten onze eigen broek ophouden. Dus dat betekent dat wij dus open schip houden. We leiden mensen rond. Daar vragen we dus geen entree voor, maar er is wel een giftenkist. En wij hebben verhalenvertellers aan boord. En wij kunnen dus spontaan een mooi verhaal van de zee vertellen. En 2 verhalenvertellers, die treden in de kerken op waar we komen. Dus, maar we hebben ook verhalenvertellers die korte verhalen vertellen van de zee. We hebben zelfs onze schipper, die heeft zijn accordeon mee. En we hebben een aantal vrijwilligers aan boord die ook op het Shantikoor de Koggenzangers zitten. En die gaan dan soms spontaan muziek maken. Dat trekt ook weer mensen aan, gezellig. En die mensen leiden we dan weer rond. En die attenderen wij dan op de giftenkist. En zo proberen wij dus geld voor onze penningmeester in te zamelen. Want ja, wij willen dit schip graag goed onderhouden hebben. En we willen er veel mee varen. Want het is een prachtig uithangbord voor de Hansestad Kampen. Maar op een morgen zei plotseling Nelis: kijk nou dat sleetje, hoe dat toch komt. Zit verdorie met mijn voeten in de bocht. En we hebben de boom, hij ligt in de afstoot. We hebben de schuitje, dat is ons ideaal. En ben je een keertje bij ons aan de afstoot. Kom dan in ons bootje, gerust allemaal. Mag ik goed gedaan heeft? Dat wil niet zeggen dat hij nou gedaan heeft. En heeft hij kan het wel gedaan hebben. Hij heeft een groot verzet werk bij zich en hij steelt goud van ons. Ja, maar je weet niet zeker dat hij het gedaan heeft. Dat moet je bewijzen. Kun je toch de kop zien? Kun je de kop zien? Stop. Hij heeft geld gestolen. Hij heeft geld gestolen. Hij is schoot. Hij heeft mis. Stop. Beste schoot. Pas op jongens. Schoot. Anders, ik roep de schoot. Schoot. Anders laat ik je van boord afhalen. Dat is de tweede keer al. En jij ook. Jezus. Ik haal de schoot in, dan ga je er kapot in. Wij is mijn hond. Wij is mijn hond.